Jim was nog klein toen hij van mij zijn eerste auto kreeg. En hij scheurde daarmee onder de tafel door. Later was zijn hele kamertje met auto's volgeplakt. En zijn bed stelde een Ferrari voor. Zijn eerste baan automonteur, zijn droom Ferrari coureur. Zijn rijbewijs haalde hij in één keer. Alle collega's op het werk wisten van zijn passie af. Mam, ze noemen mij, zei hij, steeds weer. Ferrari, yeah. Ferrari, yeah. Maar het leven gaat niet altijd zoals men graag zou willen. Jim was steeds zo moe en onderzoek gaf aan dat men zijn leven niet meer redden kon. Ik heb in de tuin staan gillen terwijl Jim met zijn oudste broer naar de garage was gegaan. Eerst kwam de schrik, ontsteltenis, emotie en daarna werd met man en macht Jim's grootste wens gezocht. Alle monteurs zagen die dag de geleende Ferrari gaan. Jim aan het stuur van zijn droom die uitkomen mocht. Mijn Ferrari, yeah. Mijn Ferrari, yeah. Ferrari, yeah. De eerste en laatste rit voor hem. 3 maanden daarna op een zoele dag bedankte ik het personeel, zag een bekeuring ingelijst aan de muur. Als een geschenk uit de hemel en daaronder stond betaald A28, 3:10, zijn mooiste uur. Een felle flits, een donderslag, het klonk net alsof een Ferrari scheurde langs de hemelbol. Het was even stil in de garage, want ieder dacht aan Jim. Maar men keek ook met een glimlach omhoog. Ferrari, yeah.